zijn we allemaal racisten. Vanuit Fuse in Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Zijn we allemaal racisten? Je zou eigenlijk vermoeden van wel, want de laatste tijd gebeuren er heel veel dingen in Europa. Dingen met vluchtelingen, grenzen die verstrengd worden, strengere grenscontroles, hekken die gebouwd worden tussen Europese landen. Zijn we dus allemaal racistisch geworden? We gaan dat meteen testen in ons publiek. En om dat te doen, gaan we een test doen waarbij we een aantal woorden tonen. Goede woorden, slechte woorden, Arabische namen en Europese namen. En zelfs zal ik zeggen dat je ofwel een klop moet geven, rechts of links. En je doet dat gewoon op een lichaamsdeel van jezelf dat beschikbaar is. Meestal uw benen. Oké. We gaan dat even doen voor de eerste test. Europees goed, dan geven we met ons linkerhand een klop. En Arabisch slecht, met ons rechterhand een klop. Nu, de moeilijkheid is dat die woorden zullen verschijnen in een bepaald ritme. En dat ritme moet je dus kunnen volgen. Dat is eigenlijk het moeilijke aan deze test. Het gaat snel vooruit en probeer het ritme te volgen en de test zo goed mogelijk uit te voeren. Zijn hier vragen over? Iedereen is klaar. Handen klaar op de benen. Dan beginnen we nu. Prachtig. Jullie deden een heel mooi ritme. Nu gaan we een tweede deel van de test doen. En we gaan de taak een beetje veranderen. Je zal het onmiddellijk zien. Europees en slecht gaan we links doen en Arabisch en goed gaan we rechts doen. Dus gewoon de regels veranderen een beetje. Voor de rest hebben we dezelfde test. Iedereen klaar? Ja, we beginnen nu. Zijn jullie het ermee eens dat die tweede test eigenlijk wat moeilijker was dan de eerste? Ik zag het aan jullie gezichten, zo van af en toe grijns van nee, ik ben fout. De tweede test is moeilijker omdat die eigenlijk niet beantwoordt aan onze stereotype dat wij Europeanen goed zijn en de Arabieren slecht. Dat ging gemakkelijk. Maar als we Europeanen moeten associëren met slecht en Arabieren met goed, gaat dat in tegen onze stereotype en geraken we helemaal in de war. Dat is de belangrijkste verklaring van wat er hier aan de hand is. Wat betekent dat voor jullie allemaal en ook voor mij? Want ik heb dezelfde reactie. We zijn allemaal een beetje racistisch. Maar dit is een test van onbewust of impliciet racisme. Wat wil zeggen dat er in ons brein allemaal associaties gelegd worden tussen onze Europese identiteit en wij en goed en Arabische en slecht. Dat wil niet zeggen dat wij racistisch zullen handelen of dat wij andere mensen zullen discrimineren. Dat wil zeggen dat er een kiem van racisme bij ons allemaal aanwezig is. En het is belangrijk om te beseffen dat we dat allemaal hebben. Waar komt dat vandaan? Eventjes, om dat antwoord te kunnen geven, eventjes terug in de evolutie van de menselijke soort, waarbij de mens op deze aarde een van de meest prosociale wezens is, heeft leren samenwerken, daardoor betere prooien, grotere prooien kon vangen, groter gebied vruchten kon plukken. Door samen te werken kon het eigen dorp beter verdedigd worden tegen andere groepen. De prooien werden beschermd tegen diefstal van andere groepen. Andere groepen werden geweerd, want die konden gevaarlijke ziektekiemen hebben. Het feit dat de mens heel sociaal is geworden, een van de meest sociale wezens op de planeet, maakt bizar genoeg soms ook dat de mens het meest antisociale wezen is. Wij zijn zeer sociaal voor onze eigen groep en zeer antisociaal tegen de andere groep. En dat is de kiem die door de evolutie bij ons gelegd is. Door zo sociaal te zijn, zijn we heel succesrijk geworden als soort, maar dragen we die tweedracht bij ons. Zeer sociaal voor onszelf, zeer antisociaal voor anderen.
Nu zijn er ook een aantal factoren die die kiem kunnen versterken of verzwakken. En er zijn twee belangrijke factoren. De eerste factor is belangentegenstellingen. Of, in eenvoudige woorden, winst en verlies. En dat is mooi aangetoond door een experiment van Sheriff in de jaren 60, het zomerkamp-experimenten. Daarin werden jongens uit een wijk naar een zomerkamp gebracht voor 2 weken. En ze werden in 2 groepen ingedeeld, de adelaars en de ratelslangen. En jongens van die leeftijd, 14 jaar, die vinden dat fantastisch natuurlijk, die bouwen een kamp op enzovoort. En wanneer de jongens gesetteld waren, werden er heel leuke spelletjes bedacht. Maar het waren spelletjes waarbij altijd 1 groep won en een andere groep verloor. Na een paar dagen werd het effect duidelijk. Die groepen begonnen meer en meer vijandig te worden. Die begonnen hun eigen prestaties op te hemelen en die van de anderen. Dat was allemaal valsspelerij. En op den duur was het zelfs zo erg dat na een paar dagen nachtelijke raids werden uitgevoerd om het andere kamp te saboteren. En de onderzoekers-sheriff die was in de wolken. Die zei, voilà, hier is mijn laboratoriumvoorbeeld van werkelijke tegenstellingen, zoals in oorlog, oliebelangen enzovoort. Mooi, 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 mijn experiment is geslaagd. Nu nog even die jongetjes terug hè, met elkaar in vrede brengen, dat ze weer allemaal naar huis kunnen gaan als vrienden. Viel dat eventjes tegen natuurlijk. Want wat deed sheriff? Hij bracht ze samen, eventjes gezellig babbelen. Dat was natuurlijk een gelegenheid om verwijten uit te strooien naar de tegenpartij. Hey, jullie hebben toen vals gespeeld, met jullie valt er niet te praten, enzovoort. En ze wonnen alweer bijna te vechten met elkaar. Oula. Eventjes nadenken over een oplossing. Wat bedacht hij toen? Een situatie waar beide groepen niet winst en verlies hebben, maar beide groepen winnen. Je zal voorbeelden zien waarbij ze samen geld moesten samenleggen om een film te kunnen huren. Want elke groep apart had te weinig verdiend door de spelletjes voordien om die film te kunnen huren. Dus ze moesten samenwerken. Of er was een probleem met de watertank die ze samen moesten oplossen. Of de truck met voedsel kon zogenaamd niet meer in de kamp terechtkomen en datzelfde touw dat werd gebruikt om tegen elkaar te strijden, werd nu gebruikt om samen de truck binnen te halen. En op deze manier verminderde de vijandelijkheden. Als je van een winst-verlies-situatie een win-win-situatie kunt maken door een overstijgend doel, kan je eigenlijk conflicten verminderen. Maar dat is eigenlijk iets wat vele mensen waarschijnlijk wel intuïtief beseffen. Politici ook veel mee. In de media komen conflicten, geldtransfers enzovoort, die verklaren waarom er rivaliteit is tussen groepen. Maar er is nog iets anders dat heel belangrijk is. En dat is het verdedigen van je sociale identiteit. Ik ga dat eventjes trachten te illustreren met een klein experimentje. We gaan dit publiek in 2 groepen indelen, de groep A en de groep B. En de groep A, dat zijn de mensen die in het eerste deel... Ja, voor ik verder ga, blijf volledig geheim. Niemand zegt iets. Groep A, dat zijn de mensen die in het eerste deel van het jaar zijn geboren. En groep B zijn de mensen die in het tweede deel van het jaar zijn geboren. Ik weet dus niet wie groep A en B is en u weet dat zelf niet, behalve voor uzelf. U krijgt van mij een nummer, een willekeurig nummer. En dat is, om het gemakkelijk te maken, uw geboortedatum. Dus u bent geboren de 8e van het jaar, dan hebt u nummer 8. We gaan punten geven aan leden van de eigen groep en aan leden van de andere groep. Via nummersysteem. Dus nu gaan we punten verdelen. Er zijn 7 hokjes en je kan kiezen welk hokje je neemt. Dus de eerste hokje bijvoorbeeld is 36 punten voor dat lid van mijn eigen groep en 44 punten voor dat lid van de andere groep. Nu, we gaan die proef nu zelf niet doen, maar wat is de uitkomst meestal? Ja, dat de meerderheid van de mensen toch iets meer punten geeft voor de eigen groep dan voor de andere groep. Je zou zeggen vanzelfsprekend, ja, de eigen groep, hè, eigen eer stinkt enzovoort. Maar er is iets vreemd aan, want de onderzoeker die dit experiment heeft uitgevonden, had dit experiment eigenlijk bedoeld als baseline, als nulconditie. Want dit is geen groep. Die mensen kennen elkaar niet. Ze weten zelfs niet wie de andere mensen tot welke groep ze behoren. Ze praten niet met elkaar. Alles is geheim gehouden. Er is geen gemeenschappelijk doel. En toch zie je groepseffecten. En die onderzoeker Teufel was totaal verbijsterd. Hij zegt, hoe kan dat nu? Dus is men gaan nadenken van groepseffecten heb je al van zodra je mensen indeelt in 2 groepen, tout court.
Nu zijn er een aantal factoren die dat kunnen versterken. Want dat indelen is belangrijk. Want van zodra je tot een groep behoort, is dat een weergave van je sociale identiteit. En die sociale identiteit is een onderdeel van je persoonlijke identiteit. En we willen allemaal de beste zijn. Of toch redelijk goed zijn. Dat geeft ons een roze blik om naar de wereld te kijken en beschermt ons tegen ongelukken wanneer het eventjes tegenzit. Dus we hebben altijd de neiging om wat positiever te zijn. Ook over onze eigen groep en zelfs als we die groep totaal niet kennen. Maar we kunnen dat versterken of verminderen. We kunnen bijvoorbeeld een gemeenschappelijk kenmerk ontdekken tussen individuen, zodanig dat die afgrenzing tussen wij en zij sterker wordt. Stel je voor, we hebben mensen die verschillen in lengte. Je ziet ze hier staan. En als ik je nou vertel dat de vier eerste allemaal Japanners zijn en de vier laatste allemaal Zweden zijn, dan zie je plots iets anders. Je brein gaat dat vereenvoudigen en maakt er dit van. De verschillen tussen de groepen worden groter en de groep Japanners dat zijn allemaal kleintjes en de groepen Zweden zijn allemaal lange mensen. Dat is cognitieve economie, maakt het verwerken van informatie heel gemakkelijk en ons brein houdt daarvan. Maar dat is ook de kiem van stereotypering. Want zo zeggen we, alle Walen zijn lui en alle Vlamingen zijn harde werkers. Dus dat is een manier, een gemeenschappelijk kenmerk, om die grenzen scherper te maken. Taalgrenzen. Er is geen enkel voor- of nadeel om een bepaalde taal te spreken, maar wij Vlamingen spreken een andere taal dan Walen. Religie, kleur van de huid enzovoort. Allemaal mechanismen waarbij grenzen worden getrokken en die de verschillen tussen de groepen versterken en de stereotypering, soms de negatieve stereotypering, van andere groepen gaan versterken. Dat is één. Er is nog een andere manier waarop sociale identiteit de kop opsteekt. Dat is wanneer we de mensen gaan uniformiseren. En we kunnen dat ook letterlijk doen. Stel je voor, je hebt een experiment waar deelnemers andere deelnemers moeten straffen als ze fouten maken, een klein elektrisch shockje, of minder niet zullen bestraffen als ze fouten maken. We kunnen kiezen wanneer we dat doen of niet. En alle mensen doen dat gemiddeld op dezelfde manier. Maar nadien, in een tweede fase van het experiment, gaan we die mensen uniformiseren. En sommige mensen geven het uniform van de Ku Klux Klan, een zeer racistische, antisociale groep. En de anderen geven het uniform van een pro-sociale groep, verpleging, chirurgen. En dan zie je plots het gedrag helemaal verschillen. De mensen in de Ku Klux Klan gaan er op los straffen en elektrische shocks geven dat een lieve lust is. En de mensen die een chirurgische, medische uniform dragen, gaan juist minder straffen. Wat er gebeurt, is dat wanneer we onze groepsidentiteit belangrijker wordt, wanneer we onze eigen persoonlijke identiteit gaan maskeren, dat dan eigenlijk de groepsnormen belangrijker worden en een grotere rol gaan spelen. Als de groepsnorm zegt van wees lief en help, dan gaan we ons zo meer gedragen. Zegt de groepsnorm, klopt er eens goed op, dan gaan we ons ook zo gedragen. Andere manier om mensen hun individualiteit een beetje te laten verliezen, is als ze in een grote groep worden opgenomen en eigenlijk ons verliezen in de groep. En dat zien we bijvoorbeeld in relletjes, een heel klassiek onderzoek naar relletjes van 15 jaar terug in Bristol, in het Verenigd Koninkrijk, waarbij men merkte, nadat de politie probeerde om iemand mee te nemen, dat de ganse wijk in opstand komt, die persoon bevrijdt en de politie achtervolgt tot aan de grenzen van de wijk. Lokale winkels die laten ze gerust, maar een bank of een groot warenhuis die worden beschadigd. Je ziet ook dat die agressie of dat geweld onder regels werkt. Het is zomaar geen gratuit geweld, maar het is geweld dat zegt, blijf van onze wijk af. Wij achtervolgen u tot aan de grenzen van de wijk. We laten lokale winkels gerust, maar niet die multinationals waar we niks mee te maken hebben. En een beetje iets gelijkaardigs hebben we recent ook in Brussel gezien, relletjes van jongeren tegen de politie. Straatmeubilair wordt vernietigd, maar de toevallige voorbijganger die wordt niet lastiggevallen. Maar gaat wel de politie lastigvallen. Dus het geweld is wel gericht naar een andere groep. Tot hier zie je een aantal factoren die maken dat die kiem die bij ons bestaat kan uitgroeien tot meer of minder racisme, tot meer en minder rivaliteit en geweld. Maar recent breinonderzoek leert ons nog iets nieuws. Er zijn namelijk in onze maatschappij verschillende subgroepen. Sommige groepen van mensen, en je zal dat onmiddellijk zien, die hebben het allemaal wel goed zitten, die vinden we sympathiek, die zijn heel competent. Dat zijn de meisjes die een gouden medaille hebben gewonnen op de Olympische Spelen. Daar hebben we bewondering voor.
En helemaal tegenovergesteld daaraan zijn daklozen, druggebruikers, vluchtelingen, die we niet competent vinden, waar we weinig sympathie voor hebben. Nu weten we uit breinonderzoek dat een belangrijk gebied uit het brein die weergeeft dat je aan het nadenken bent over die mensen, hier in het midden vooraan in ons brein zit. En wanneer we die foto's en gelijkaardige foto's tonen onder de scanner, dan zien we dat dat stukje brein hier van voor in het midden actief wordt voor die groepen. Maar helaas niet voor die laagste groep, die lage sympathie en lage competentie heeft. Daar is die activatie afwezig. En uit verder onderzoek blijkt dat we die mensen gaan behandelen als untermenschen. Wij zien die niet meer als mensen, want dat brein valt helemaal stil. En untermenschen, dat loopt het risico dat we die ook minder moreel gaan behandelen. Net zoals in de nazi-tijd, waarbij de untermenschen, de Joden, werden vergast. En 6 miljoen Joden werden de dood ingejaagd. Dus daar bestaat het gevaar dat we bepaalde subgroepen op zodanige manier gaan behandelen dat de moraliteit toch wel in het gedrang komt. Dus, wanneer 2 jaar geleden een aanslag gebeurt in de luchthaven en de politici zeggen wij tegen de terroristen en die grens ferm maken, geen probleem. Als politici hier en daar zeggen wij tegen de vluchtelingen, dan komt er wel een probleem. Want dat zijn waarschijnlijk mensen die mensenrechten hebben en die misschien juridisch het recht hebben om in België te verblijven. Dus die worden gedemoniseerd en die worden al een beetje untermensch gemaakt. En het risico wordt dus groot dat we die ook minder moreel gaan behandelen. Dus om samen te vatten. Ja, helaas, we zijn allemaal een beetje racistisch. Maar het is goed dat we het weten. Want dan kunnen we er tegenin gaan. En dan kunnen we beseffen dat misschien bepaalde politici misbruik maken om dat racisme op te jakkeren en op te doen flakkeren, zodanig dat we gaan discrimineren. We kunnen er ook tegenin gaan. En we kunnen dat doen door een win-win-situatie te maken, een gemeenschappelijk doel, zoals de Europese Unie een gemeenschappelijk doel is, om de oorlogen tussen de natiestaten te verminderen. We kunnen dus ook nieuwe identiteiten maken, nieuwe grenzen trekken, een Europese grens maken. En daar zie je als voorbeeld de nieuwe munten die we hebben, die tonen langs de ene kant de natiestaat en langs de andere kant het Europees symbool. Waarbij we dus stilletjes aan leren om de natiestaten te associëren met Europa en inwisselbaar te maken, zodanig dat we geleidelijk aan een Europese identiteit creëren. Dus op deze manier en vele andere manieren kunnen we er ook voor zorgen dat rivaliteit en geweld en racisme verminderen. Dank u wel.